Nou, ik heb meegebracht beenham. Ik dacht lekkere ham, goede ham. Ja. Nou ja, mozzarella natuurlijk, champignons. Ben ik altijd gek op. Dus ook op mijn pizza. Ja. En ik heb verse ananas meegenomen, een beetje voor de zomerfrisheid, dacht ik. Lekker, ja. Volgens mij niet echt heel traditioneel in Italië, maar ik dacht gewoon een Hollands. Ja, waarom niet, toch? Gewoon Hollands. Nou ja, ik ga jouw pizza deeg even onder handen nemen. Dat deeg is trouwens van Tups Pizza Bakkerij uit Alkmaar, ken je ze? Ja, zeker. Ja? Ja, ja, ja. Ja? Ja, oh, dat als ik pizza bestel, dan is het toch precies, daar. Precies, dat doen wij ook. Hè? Ja. Ja, die jongens die weten wel wat ze doen, hè. Dat, zeker. Maar nou heb ik gisteren iets gehoord. Je hebt ook nog verschillen, hè? Want wat is dit nu voor bodem dan? Je hebt Napolitaanse bodems en nog iets anders. Nou, dat, weet jij dat die al? Die vraag die moet ik je schuldig blijven. Oké. Okay. Want daar heeft Tom niet over gehad, welke stijl pizza dat is. Oké. Okay, we zijn gisteren nog bij hem langs geweest en een heerlijke pizza gegeten in zijn nieuwe pizzaoven. Dus ze hebben daar die crowdfunding gedaan natuurlijk. Ja, ja, dus, superleuk. Heb je hem al gezien, die pizza oven? Nee, zeker niet. Maar Juri, mijn man wel. Eén grote gouden doom. Wauw. Hout gestookt. Ja, erg leuk. Ik ga nog even wat erbij pakken. Hey, vertel eens. Wat heb jij wat met eten? Heb je wat met koken? Of vind je het eten alleen leuk en het koken wat minder? Nou, jawel hoor. Ja, nee, ik vind koken zeker leuk. Maar ik moet er wel tijd voor hebben. Yeah. Dat is altijd even dingetje. Yeah. Dus als ik tijd heb, vind ik het heel leuk om te koken. Maar ik behoor niet tot de categorie hele uitgebreide kokers. Nee, zeker niet. Ik denk dat er mensen zijn die daar meer hun passie en hobby van maken. Maar lekker eten en lekkere producten, dat vind ik, dat waardeer ik wel heel erg. Ja. Leuk. Weet je, een goed vleesje van de slager, weet je wel, een beetje meer zo. Maar niet kwaliteit. Kwaliteit, ja. Nou, ik ben benieuwd hoe deze pizza gaat smaken. Is die als je, klaar? Als jij wil beginnen met jouw toppings. Oké. Okay. Dan kan ik misschien alvast wat... Dit is niet per se wat ik altijd doe natuurlijk, maar... Nou, dat geeft dan niet. We hebben hier hele leuke verschillende pizzas al de revue zien passeren. En is dit dan een hele simpele? Of? Collega ondernemers. Hele simpel. Nou ja, wat is simpel? Het aantal ingrediënten. Ik denk dat jij een van degenen bent die nu met de meeste ingrediënten een pizza doet. Ja. Nou, super. Zoiets? Denk ik, hè? Ja. Dan denk ik, wat doe ik dan? Ik denk een beetje kaas. Ja. Ja. Mozzarella. Mag je met je handen doen hoor, als je dat wil. Doe maar zal zo. Ik alvast... Doe dat een beetje lekker veel. Dat is inderdaad de rode draad ook bij al mijn gasten. Hey, maar je zegt rijk van... belegd. Rijk belegd, ja. Eet je zelf vaak pizza? Of? Nee, niet vaak. Nee. Dit heeft deze als pizza... Als ik hem eet, wil ik dus altijd een lekkere pizza eten. Dat is mijn ding, Dat geloof ik, ja. Maar dit heeft verder niks met Marokko te maken, waar jouw bedrijf zit? Nee. Waarom niet dat ik ook daar pizzaavondjes organiseer? Ja? Ja. Had je niet zoiets van, ik ga een Marokkaans getinte, georiënteerde pizza maken? Of? Ja, dat had nog gekund, hè? Ja, nee. Nee, ik moet toch heel eerlijk zeggen, die zijn echt anders, die pizza's daar. Ja. Want daar mis ik natuurlijk het varkensvlees. Ham. Ja. Dus dat is anders opgelost. Ja, ook lekker. Maar ja, dit is toch mijn favorietje natuurlijk. Juist. Nou ja, dus jij hebt met koken af en toe, wanneer je er zin in hebt. Wie kookt bij jullie veel, thuis? Juri. Ja, die vindt dat heel ontspannen. En ik kan ook echt lekker koken. Vrij puur ook wel. Hij maakt veel vis. Daar ben ik zelf iets minder goed in om dat ook klaar te maken. Oh ja. Hij is iets geduldiger misschien. En dan lukken dat soort dingen ook beter. Dus hij doet dat veel. Ja, eigenlijk moet en, ik zeggen. En daar geniet je wel van, dat denk ik zo. Ja, dat is heel fijn. En het is voor hem een soort rustmomentje. Dus de oregano doe ik op trouwens. Hè? Ik weet niet, oregano, ja.
Ziet er goed uit. Ja, toch? Ja. Nou, feestje. Ja. Nou, dan... Oh, leuk. Gaan we hem... Oh, wauw. Even dat zetten. In de pizza oven. Pizza. Ja, dus het was allemaal... Nou, ziet hij eruit? Goed, ja. Lekker. Heel lekker. Nou. Heel goed. Lekker een bruin randje aan de hand. Hartstikke goed. Nou, dan zou ik zeggen, voordat we verder gaan praten, snij hem lekker aan. Helemaal goed. Dankjewel. Nou. Wauw. Pas op, het zal nog heet zijn. Ziet er goed uit. Hoe vind je hem eruit zien, de pizza? Nou. Uit onze pizza oven. Hij ziet er, en hij is goed, hè, want hij hangt. Dat is toch de truc, hè? Ja. We hebben er genoeg op gedaan. Genoeg op gedaan, ja. Heel goed. Smaakt heerlijk. Oh. Heerlijk. Ja, mijn favoriet.